Een team van deskundigen van het WTO-secretariaat heeft in de periode 11 tot 15 februari in verband met de World Trade Organization Trade Policy Review, TPR, een werkbezoek gebracht aan Suriname. Het team onder leiding van Willy Alfaro heeft ook het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme bezocht. Volgens de regels van de WTO moeten de bij deze organisatie aangesloten ontwikkelingslanden om de 6 jaren een TPR ondergaan. Tijdens zo'n evaluatie of review worden het handelsbeleid en handelspraktijken van het lidland gedetailleerd besproken. Ook wordt de macro-economische situatie beschreven. Toezichthouden op het nationaal handelsbeleid van elk lidland is een fundamentele activiteit die tot de werkzaamheden van de WTO behoort. Suriname heeft in 2004 en 2013 respectievelijk haar eerste en tweede WTO-TPR ondergaan. De derde zal plaatsvinden in 2019 te Genève, Zwitserland. Verwacht wordt dat de minister van HINT dit rapport van 11 tot en met 13 september in Genève, Zwitserland zal verdedigen.